Had je verder nog wat te mopperen, Buitelaar? Nee, dit is de slechtste stak. Ja, dat kan ik zeggen. Kijk, het mooie is, wij moeten mopperen. Dat is gewoon een hele... Ik heb net de nieuwsbrief van Erwin zitten lezen, al die stukken. Waarvoor dank. Dat vind ik ook echt heel goed dat iedereen dat doet. Maar daar kan ik ook nog wel wat over mopperen, hoor. Niet over die stukken zelf, maar daar komen we nog wel aan toe. Nou, mooi bruggetje naar wie zit te kijken. Zei hij dreigend. Wie zit te kijken naar deze vier mannen op middelbare leeftijd. Welkom bij de Grumpy Old Man, die deze keer niet in Austin zitten, maar remote aanwezig zijn bij South by Southwest. Jongens, welkom. Hoe is het? Wie neemt het woord? Michiel Bergen, jij bent gemute. Daar moet je eerst maar eens wat aan doen. Zo, dan neem ik het woord ook. Waar zit je? Ik zit in mijn woonkamer in Alkmaar. Ik zal eventjes laten zien, want het is altijd wel leuk om eventjes een beetje de setting te krijgen. Ja, inspirerende omgeving? Ja, het is heerlijk. Kijk, ik heb, als ik eventjes de camera draai, dat kan ik tegenwoordig ook. Kijk, dit is mijn buitenplekje. Oh, ja. Ja, beter dan ons dit. Ja. Dit is, het weer is wel minder, maar ja, de veranda is net zo mooi. Klopt. Ja, gaaf. Erwin, Blom, waar zit jij? Ik zie LP's op de achtergrond. Ja, klopt. Amsterdam, dat is een kunstwerk. Even kijken hoor. Ik vind dit wel een geinig bedacht kunstwerk. Iemand die dus platen pakt en daar kunst van maakt. Maar ik heb nog veel meer kunst. Kijken of deze kan laten zien. Dit is eigenlijk een stoel. Hier kan je op zitten. Dit is een verzameling LP's waar je op kan gaan zitten. Nou ja, dit is in ieder geval een huis waar muziek een belangrijke rol speelt, zal ik maar zeggen. En Amsterdam dus, Watergraafsmeer. Ja, Buitelaar. Ik zie ook kunst aan de muur. Ja, boeken. Ja, waar ben jij? Ik zit in Wereldstad Blantyre, vernoemd naar de geboorteplaats van David Livingstone in Malawi. Zo. Daar in de hoek ligt mijn huiskrokodil. Zo gaat dat hier. Dit staat vol met bananenbomen, palmen en een zwembad. En daar ligt een kat, een geïmporteerde kat. Hoe is het om daar South by Southwest te volgen? Heb je wel een beetje fatsoenlijk internet? Want je bevriest nu helemaal. Is je internet daar wel goed genoeg om South by Southwest te volgen? Nou, ja, ik ben dus 2 jaar verantwoordelijk geweest voor de kwaliteit van het internet hier. Als er dingen misgaan, dan zou je dat kunnen kaatsen, zou ik maar zeggen. Nee, maar dat is zo slecht nog niet. Het is niet perfect, maar ik denk, weet je, ik zal het niet al te filosofisch maken, maar een verblijf hier helpt natuurlijk wel om dingen te relativeren en om te beseffen dat, ik sla dagelijks de krant op en dan denk ik, wie was hier nou de grumpy old man? Onwaarschijnlijk veel gemopper in Nederland, maar ongeveer alles in Nederland is vrij goed geregeld. En daarbij vergeleken is het internet, ik zou zeggen, bijna overal ter wereld, bijna overal, is het internet minder goed dan in Nederland. Maar goed, het is hier schappelijk, het is goed genoeg. Ja, is het een cultuurschok om in Malawi South by Southwest te volgen op een schermpje? Vind je het lastig om je te concentreren? Ja, ik vind het inderdaad lastig. En kan ik ook nog zeggen dat er is hier echt geen sterveling die er ook maar van gehoord heeft. maar daar gaan we het nog over hebben. Nostalgie en zo, daar heb ik ook wat over gelezen. Onder andere van de schrijver E. Blom. Het is wel wat minder. Het is heel anders. Nou, ik zat gisteravond, na een aantal sessies gekeken te hebben, dacht ik van, oh ja, dat is natuurlijk ook muziek. Laat ik eens even muziek gaan kijken. En dan kwam ik terecht in de British Embassy. En normaal gesproken is de British Embassy een van de belangrijke locaties waar bandjes uit Engeland gepresenteerd worden. Hartstikke leuk altijd om even binnen te lopen. Vaak ook hele goede bands. Ja, het is toch een beetje armoedig hoor, op je schermpje om 1 uur 's nachts in Nederland dan eventjes in te zoomen
op een band. En dan eventjes naar kanaal 2 te gaan. En nog naar kanaal 3, waar dan nog een stand-up comedian bezig is. En dan toch denken, ja, ik kan hier om 1 uur nog beentjes blijven kijken. Of ik kan maar naar bed gaan. Nee, het is, ik zou zeggen, ik heb goede dingen gezien. Maar het geheel vind ik lastig. Dat is een beetje armoe. Michiel Buitelaar, jij zei wel als groot voordeel dat je gin tonic deze keer kon drinken tijdens de sessies. Ja, je kan ongegeneerd gaan zitten drinken in je eentje. En aan je neus. Met je hand in je kruis zitten. Of wat dan ook. Kan allemaal. Nee, maar het is in alle ernst. Goed. Dat is leuk. Maar dat weegt niet op tegen, wat mij betreft, de meer sociale dimensie. Van met nog 100 andere mensen naar iets luisteren. En in de rij staan en daarover praten. Dat is leuker dan in je eentje met je gin tonic. Maar goed, dan de enige manier, denk ik natuurlijk, om er een beetje objectief naar te kijken, is dat gewoon te vergeten. Austin bestaat niet. We hebben een online evenement, dat heet toevallig ook South by Southwest. Heeft niks te maken met dat gedoe daar. Hebben we dan nog wat te mopperen of kunnen we de inhoud in? Wat ik wel heb gemerkt zelf, is dat Ik zat vanochtend zat ik even op mijn werkkamertje te kijken. En dan heb ik een beeldscherm. En dan ga je dus in zo'n windowtje te kijken naar zo'n praatje. En dan lukt het me niet om te concentreren. Dan zijn er dingen die verschijnen. En dan denk je, oh ja, even een mailtje tikken. Oh, dat. Dus ik heb, dat heb ik ook gisteravond gedaan. Gewoon in de woonkamer. Met mijn Apple TV. Of je kan het met een Chromecast doen. Gewoon op de bank zitten. En gewoon wat dat betreft de South by Southwest houding aan te nemen, lean back en luisteren. En niet proberen de hele tijd vooruit te zitten, maar gewoon luisteren. Erwin, anders dan Erwin, dat hadden wij ook gisteren. Ja. Wij zaten bij mij in de loods met nog wat andere mensen. Gewoon op het hele grote scherm, klapt je laptop dicht, gaat gewoon zitten kijken. Ja. Wat je daar gewoon zag, en dat werkte echt super, vond ik. Wat je daar gewoon realiseerde was, weet je, dat South by Southwest is de conversation starter. Weet je wel, je krijgt onderwerpen aangereikt door mensen waar je dan verder met elkaar verder over kletst. Dat deden wij met z'n vieren natuurlijk altijd in dat huis. Maar dat deden we bijvoorbeeld gisteren ook met Gerard Dielers van NOC-NSF die erbij was. Dus iemand vertelt iets op een scherm, daar kijk je met z'n allen naar. En daarna heb je iets om over door te praten. En dan werkt het eigenlijk ook al best wel weer heel goed, vond ik. Ja. Buitelaar, jij zat ook nog wel enorm te mopperen vanochtend op de site, op de apps, op het programma. Weet je, ik hoor, zo kennen we je natuurlijk ook. Maar wat is er nu weer allemaal mis? Ja? Nou ja, weet je, om de tradities in stand te houden, inderdaad, ik zit daar ook te mopperen. Maar ik moet zeggen, ik ben niet de enige, ook echt helemaal niet. En de traditie houden zij ook wel in stand, dat de IT... De informatievoorziening, zou ik maar zeggen, van South by Southwest. Ik kom daar, ik geloof, iets van 10 jaar. Sommigen van jullie nog langer. En het is consistent, persistent, slecht. En eerlijk is eerlijk, de situatie is ook nog wat complexer geworden, omdat je niet meer die chronologie hebt in het programma. Het is niet meer 1 na 1 na 1. Het is alsof er elke ochtend, laat maar zeggen, een aquarium breekt en alles eruit spoelt. Dat maakt plannen ook lastig. Maar de hulp die je van de systemen krijgt is gering. Ik meende ook te horen vanochtend in jullie praatje met de sportlieden. Daar waren wel meer mensen bij die het als een worsteling ervoeren. En dat heb ik ook. Ik vind het verdomd lastig. Ja, ik schrok eigenlijk dat mensen zeiden dat ze meer tijd bezig waren met het programma dan met de sessies. Ja, dan dacht ik van, dan doe je volgens mij wel iets verkeerd. Maar ja. Misschien moeten we even de inhoud ingaan, want dat is natuurlijk altijd het leukste. De grumpy old man, wat wij ook al die jaren al doen, omdat we met elkaar in een huis wonen aan de ontbijttafel, bespreken we toch eigenlijk altijd even, wat heb je gezien en waar ga je zo meteen heen? En wat verwachten we en wat voor conclusies trekken we daaruit? We even beginnen bij Michiel Berger. Jij hebt een aantal sessies gekeken gisteren en vanochtend. Haal er eens eentje uit die je opvallend vond. Ja, ik heb een sessie zitten kijken met Werner Vogels, de CTO van Amazon, en Jeff nog iets van Twilio. En dat ging eigenlijk over een onderwerp waar we tot 10 jaar over hebben, namelijk dat ieder bedrijf wordt een softwarebedrijf. Maar wat wel heel goed was daaraan is dat de vraag is altijd, maar hoe doe je dat dan binnen een organisatie? En die Jeff had daar gewoon een goed verhaal van. Die zei, je moet eigenlijk één leider moet je gewoon aannemen.
En die de vrijheid geven om vanuit de technologie dingen te gaan veranderen. En je moet die persoon een heel duidelijke missie meegeven of laten formuleren. Hij noemde het voorbeeld van Domino's Pizza, waar die enorm onder de concurrentie staan van al die bezorgdiensten die allemaal van hun marge aan het snoepen waren. Ze zeiden, nou, laten wij ervoor gaan zorgen dat voor de mensen die naar huis rijden van hun werk, dat die tijdens het wachten op een rood stoplicht hun pizza kunnen bestellen. Met voice of met sms of wat voor manier dan ook. Dus dan moet je dus binnen 20 seconden moet je dat hele ding doorlopen. Nou, dat lijkt een heel simpele missie, maar dat is natuurlijk, dat heeft jarenlang de roadmap gevuld. Want je moet daar heel veel systemen voor klaarmaken. Je moet ervoor zorgen dat je herkend wordt met je nummer, dat je favorieten bekend zijn. Hè? Want ik wil nog een keertje die van de vorige keer. Je adres moet je niet moeten invoeren. Dus met zo'n heel simpele missie, zorg dat je pizza kan bestellen in 20 seconden, is gewoon, daarmee kan je zo'n vernieuwingsgolf gewoon starten. Ja, en eigenlijk als voorbeeld van hoe zelfs een pizzaboer een software company is geworden aan het worden is. Normaal volg jij volgens mij alleen maar sessies over onbemande militaire drones of zuurstofhoudende koepels op verre planeten. Waarom doe je zo'n middle of the road verhaal? Ja, eigenlijk omdat Werner erbij zat. Dat is altijd wel leuk. Maar ja, het is, wat ik ook wel heb gemerkt, is dat het voor mij heel veel verschil maakt of de sessie gewoon goed is qua beeld en geluid. Ik zat te kijken naar How to Survive on Mars of iets dergelijks. En het waren allemaal mensen met allemaal slecht geluid en dat was geen energie in het verhaal. Nou, daar ben ik gewoon wel weer weg. Maar ik blijf space dingen volgen hoor. Ja, online loop je natuurlijk nog makkelijker weg dan in Austin. Daar is het ook de gewoonte. Hè? Dat, na 10 minuten mag je gewoon rustig weglopen als een spreker er niks van bakt. Ja, maar daar heb je niet zo heel veel keuze op dat moment. Hè? Want dan zijn al die praatjes zijn op dat moment gestart. Dus dan geef je het eigenlijk op en dan heb je vervolgens een tijd niks. En ja, dan ga je meteen next. Dan ga je bier drinken in het zonnetje. Ja. Ja. Buitelaar, wat heb jij leuke dingen toch gezien, ondanks de worstelingen met de techniek en heimwee naar Austin? Nou, ik heb een wat vertraagde start gehad door dat gezoek en ook gewoon omdat ik zelf wat laat wakker werd, zou ik maar zeggen. Ik moet nog wel op inhalen. Ik heb vandaag een paar stukken gelezen, wat ik heel prettig vond, want dan kan ik een beetje hap-snap dingen eruit pikken. Dus er zijn een paar dingen die ga ik inhalen, als het ware. En een paar dingen denk ik ook van, daar weet ik de kern al van, dus daar hoef ik niet meer naartoe. Daar hoef ik niet te bekijken. Ik heb eigenlijk maar één ding helemaal gezien, en wat flarden. En dat ene ding, ik zal kort iets over zeggen, daar begon ik al mee, terwijl ik mij aan de zijde van Donald J. Trump voelde. Dat is een beetje een merkwaardig gevoel, maar ik ben al 2 maanden zeer ongemakkelijk met het feit dat die man, die lul, die gevaarlijke man, dat die van de grote platforms verwijderd is. En daar ging de discussie ging over de perils of deplatforming. En dat was een niet zo slechte, maar hoogst onbevredigende discussie, omdat die mensen die daar zaten, en die waren zo slecht nog niet. Er zat onder andere iemand bij van de ACLU, dat is voor mij een zeer sympathieke burgerrechtenbeweging, die bijvoorbeeld soms hele radicale standpunten innemen, als in demonstratierecht voor nazi's. Dat vinden zij, dat verdedigen ze ook, op een iets wat intellectuele wijze. Zij verdedigen Trump en deze ook, en ik ook. Ik vind het echt extreem zorgelijk dat een bedrijf als Twitter, een bedrijf als Facebook, of voor mijn part het bedrijf Stekelenburg, zonder enige transparantie Trump, of wie de volgende kan, zeg maar wat, Jesse Klaver zijn, whoever, van zijn grootste megafoon wordt beroofd. Zonder dat de staat, het judiciair systeem of anderen daarbij betrokken zijn. Enfin, daar ging de discussie over. En die kwam tot niet veel oplossingen. En dat was ook nog erg Amerikaans. Weet je, dus dan gaat het al heel snel over Section 230 en zo. Ja, waren er mensen in het panel die het verdedigden, deze keuze van Twitter en Facebook? Of nou, was er...
4 mensen in het panel. En ik weet, jij hebt een hekel aan panels. Ik moet zeggen dat het panel werd geleid door een man van de New York Times. Ik vind, de New York Times heeft zelf ook dingen gedaan die zeer aanvechtbaar zijn, in mijn ogen. Die man die leidde dat prima. Het ging ook technisch echt goed. Ze zaten allemaal een beetje... er waren er 2 die waren echt, laat ik zeggen, aan mijn kant. Als in van, dit is heel eng dat zo'n platform, een bedrijf, een politicus helemaal uitsluit. Die anderen hadden er wat meer begrip voor, maar konden het ook niet helemaal droog houden. Het is gewoon echt heel raar. Ja, de andere kant, Michiel, vind ik wel. Ja. Daar sloot Amy Webb ook mee af, haar uurdurende praatje waarin ze de trends zelfs elk jaar samenvat, hè, op Zuid-Zuidwest. Zei ze, het was een dringende en klemmende oproep ook aan de regulators en aan de politici om eens een keer hun verantwoordelijkheid te nemen. Zij zei, jongens, jullie zijn public servants. Jullie moeten in het algemeen belang handelen. En dat betekent het reguleren van deze bedrijven. En zorgen dat de verantwoordelijkheid daar komt te liggen waar die hoort. Dus helemaal eens. En dat is ook heel toepasselijk om dat nu even aan te halen. Het is verkiezingsdag. Hier zit een politieke lacune. Een politiek vacuüm. Ja, we zijn het eens. Ja. Ongelooflijk. Ja. Is er nog iemand hier die tegen Trump is? Tegen Trump. Vrijheid. Freedom of speech. Nee, maar ik wou nog even... Dit gaat over Trump en dat is heel erg groot. Maar als je het even kleiner maakt... Ik zag vandaag iemand langskomen die meedoet aan de groepsblog, zeg maar. Van een stuk of 30 Nederlanders die stukjes schrijven over de dingen die ze zien. Die is 12 uur van Twitter afgegooid... volgens haarzelf, omdat ze screenshots van sessies van de South by Southwest had gedeeld. En ook daarvoor geldt, daar krijg je niet een waarschuwing van of een uitleg. Nee, wat je krijgt te horen is, je mag de komende 12 uur niet op Twitter. Wegens copyright infringement. Mag ik daar nog 1 anekdote aan toevoegen? Ja? Dat kwam in die discussie naar voren. Daar vertelde iemand, ik ben vergeten wie... Dat zijn publicatie was betrokken geweest bij, laten we zeggen, een stukje geschiedschrijving. En daarin was een swastika opgenomen in dat stukje. Zoiets van, kijk, dit is een van de symbolen die sommige mensen gebruikten. Dat stukje was opgepikt door Facebook, door een algoritme, en dat was verwijderd. En die vogel die vertelde, hij wilde geen naam noemen, maar dat was iemand uit de top 10 van Facebook, had hij uiteindelijk te pakken gekregen. En daar had hij aan gevraagd, hoe gebeurt dat en wat kan ik daaraan doen? Waar kan ik een herziening aanvragen? En die persoon had hem gezegd, weet je, we weten zelf niet eens hoe dat gebeurt. Er gebeurt iets in de machinerie, we kunnen niet eens traceren wat. En die zei, om dat te herstellen, schrijf dat maar op je buik. Dat gaat je niet lukken. Dat is eigenlijk scary, hè? Het is een black box. Ja. Ja. Dat is echt heel... Daar word ik ook hoogst ongemakkelijk van. Ja, kun je al zeggen, want we hebben allemaal best tijd besteed aan het programma, dat dit een van de grote onderwerpen ook is in deze aflevering. Omdat we natuurlijk net na die verkiezingen zitten en het nogal uit de hand is gelopen in Amerika in vele opzichten. Nou ja, dit sluit natuurlijk ook voor een deel aan op discussies die in Nederland ook spelen over fake news en dergelijke. Of dat nou mensen zijn die de NPO aanvallen, of laat maar zeggen 4chan, Parler. Het is ook, ik wil helemaal niet suggereren dat er makkelijke oplossingen zijn. Maar ik wil ook niet zeggen alsof nou alles heel nieuw is. Fake news, dat is al een paar duizend jaar oud. Dat doet iedereen tot op zekere hoogte om dingen te framen, perceptie te... Maar het is behoorlijk onbeheersbaar geworden. En ik denk dat de huidige manier van denken en ook de huidige interventiemiddelen schromelijk tekortschieten. En dat het heel makkelijk is om naar oplossingen toe te praten die eigenlijk net zo gevaarlijk zijn als het probleem. Hey jongens, de eerste dag is eigenlijk, we kunnen nog moeilijk conclusies gaan trekken. Hè? Laten we dat niet proberen als je naar het programma kijkt. En dan even bedenkt wat je het liefst de komende dagen tot je zou willen nemen. Erwin, kun jij al... iets zeggen van wat jij als de rode draad ziet naar de komende dagen? Zijn er onderwerpen die jou buitenmatig interesseren? Of laat je het een beetje op je afkomen? Ja, ik heb eigenlijk mezelf voorgenomen om hetzelfde te doen als ik in Austin ben. Al is het daar makkelijker omdat je mensen op straat tegenkomt. Hè, die al vertellen van ik ga hier naartoe. En dan denk je, ja, het lijkt me wel interessant, ik ga mee. Dat is nu ietsje complexer. Maar ik werd ook...
bij het bekijken van de eerste dag, die heb ik wel goed doorgenomen. En toen ging ik dingen favorite, waarvan ik dacht, dit kan interessant zijn. Die lijst was alweer zo lang, dat ik daar eigenlijk al meteen wel weer moedeloos van werd, zeg maar. Dus ik doe eigenlijk twee dingen. Eén, ik ga random sessies langs. Maar twee, en dat is het mooie van een on-demand versie, want dat doet Zuid-West normaal gesproken nooit. Die sessies zijn niet of nauwelijks achteraf te bekijken. Ik gebruik eigenlijk gewoon bijvoorbeeld de stukjes op de site van gisteren of wat mensen tegen me zeggen. Ik hoorde iemand een mooi verhaal vertellen over een MBA in Amerika. Ik denk, hé, ik ga gewoon de hoogtepunten van gisteren bekijken. De krant van gisteren neem ik elke dag door. Ja, dat is wel een enorm, dat is natuurlijk een enorme verandering. Want jij zegt, vroeger had je ook keuzestress. Er waren er 30 sessies in Austin tegelijkertijd en dan koos je er één. En ja, als je na 10 minuten dacht, ja, dit is niks, dan kon je niet naar die andere 29 alsnog. Had je gewoon pech. Ja. En nu wel. Ja. Hey, Michiel Berger. Jij bent natuurlijk ook een beetje onze data en artificial intelligence nerd. Al gaat buitenluis ik daar ook altijd direct weer mee bemoeien. Maar ik leg die bal toch even bij jou. Zie jij interessante dingen in het programma die eraan komen? Of die je al hebt gezien? Of die op je lijstje hebt staan? Ja, en een van de dingen die ik op mijn lijstje heb staan voor vanavond is een praatje met daarbij Yuval Noah Harari. Dat is natuurlijk, denk ik, toch een van de grote denkers van deze tijd. En die heet Why Do We Fear Innovation? En dat lijkt mij, dat is een ding wat mij wel heel erg aanspreekt. Want dat heel vaak zie je angst bij vernieuwingen. Van wat doet het en hoe werkt het en... We zijn tegen en dat gaat over die angst en waar dat vandaan komt en wat je eraan zou kunnen doen. Dus dat is eentje die in ieder geval voor vanavond op mijn lijst staat. En dat is zo'n sessie en dat heet dan channel content of iets dergelijks. En dat is echt om 8:55 vanavond. En ik weet niet of je hem daarna kan terugvinden, want dat snap ik nog niet hoe dat zit met dat schema. Nee, daar begrijp ik eerlijk gezegd ook helemaal niks van. Want, maar goed. In ieder geval is hij vanavond om 8:55. Dus dan Hij steekt al. Ja. Ik heb het gevoel dat je naar een afsluiting toe aan het werken bent. Maar voor mij hebben we jouw uitzicht nog niet gehad. Mijn uitzicht? Ja, maar je wilt zwemmen. Maar ik stel hier altijd de vraag. Dus weet je, dat is nog een ander verhaal. Wil jullie mijn uitzicht zien? Ja, natuurlijk. Waar zit jij? Ik zit thuis. En ik kijk hier over het... Het is best mooi weer. Over het buitenei. Kijk. Fantastisch. En ik zit hier aan mijn tafeltje met een boekenkast. Ja. Ja. Dus alleen ik heb geen water. Ja, eigenlijk wel, ja. Ja, buitenlui heeft een zwembad. Ja. Hey, nou, dan moet ik maar naar de Miranda-bad, hè, want dat is, daar kan ik gaan zwemmen dan een deze dag. Hey, volgens mij moeten we de sessies maar weer induiken, hè? Ja. Zeker. Of ben je al aan een gin tonic toe, buitenlui? In Afrika mag dat helemaal toch? Dat mag hier wat vroeger, dat klopt. Maar ik ga nog even hardlopen. Oké. Hey, we spreken elkaar morgen, hè? Is goed. Yo, dank je. Even. Bye. Bye.